Je kunt deze auto namelijk niet eens starten. Nee, je komt aanlopen dus met die telefoon. En hij gaat open en je rijdt weg. En als je klaar bent, dan stap je weer uit. Niks aan en uit doen. Speeltje bij eDrivers.com. Een nieuwe duurtest, de Tesla Model I, oftewel de Model I. We zijn namelijk in Nederland, we noemen gewoon Model I. Hiervoor hadden we BMW iX3, dat zijn de reviews uiteraard te zien op eDrivers.com. Daarvoor hadden we Mercedes EQC. Nu dus de I, en daar gaan we maandenlang mee rijden. En in die maanden gaan we onderzoeken, hoe werkt dat nou, die software updates over die air? Is dat fijn? Is het bijvoorbeeld fijn dat je je telefoon in je zak kunt houden en aan kan komen lopen en dan opent de deur, moet je natuurlijk wel even met de handen doen, en dan rij je weg. Dus je hebt geen sleutel meer nodig, ook geen kaart, maar helemaal niets. Een heel groot transparant dak en achterin een enorme bagageruimte, maar over die bagageruimte kan geen rolhoes en dat dak kun je niet afschermen, dat plafond kun je niet afschermen met bijvoorbeeld een jaloezie die je dan elektrisch naar voren of naar achteren laat rollen. Nee, het glaswerk wat we hier hebben, wat we ook achter hebben, dat is geblindeerd. En dat is voldoende, vinden ze bij Tesla. En zo is alles anders. Hè? De gedachtes daar, die lopen helemaal niet synchroon met die van de gemiddelde Europese of Aziatische autofabrikant. Je kunt deze auto namelijk niet eens starten. Nee, je komt aanlopen dus met die telefoon. En hij gaat open en je rijdt weg. En als je klaar bent, dan stap je weer uit. Niks aan en uit doen. Het is zo logisch als wat. Onder de Model I zitten banden van Michelin. Michelin Pilot Sport EV. En dat zijn relatief scherpe banden. Scherp in de zin, die zijn nauwkeurig. Je voelt heel erg goed wat je aan het doen bent. Dus in combinatie met de tamelijk directe besturing heb je een hele reactievolle auto. Dat is heel bewegelijk. Ik vind dat fijn. Hoe houdt hij zich op de lange duur? Hoe zit het met het onderstel? Bij Tesla kunnen ze uitstekende software ontwikkelen. Kunnen ze heel goed elektrische aandrijflijnen maken. Maar het zijn natuurlijk geen onderstel-experts. Die expertise hebben ze niet. Nou vind ik het onderstel helemaal niet verkeerd. Tikkie aan de harde kant op korte drempels. Hoe doet hij het als je er een poosje langer in stuurt? En als je hem dan aan een DC-lader knoopt, ja, dan laat hij hard. Maar hoe lang houdt hij het vol? Dat heel snel aan een DC laden. Het zijn allemaal van die dingen die gaan we opzoeken en die gaan we onderzoeken en die gaan we uitvinden. En dat lees je en zie je uiteindelijk allemaal op eDrivers.com, het e-mobility platform. Maar jullie misschien rijden ook wel een Tesla, hoeft niet per se een I te zijn, mag ook een 3 zijn of een S. Reageer eens, vraag eens aan ons wat we verder kunnen doen, wat we verder met deze auto kunnen doen. Waar zijn jullie benieuwd naar? Welke toekomstige zaken komen eraan? Kunnen we bij Tesla neerleggen bijvoorbeeld, niet dat ze zo heel erg makkelijk hun geheime prijs geven, zeker niet. Maar vertel eens wat, hè? Laat weten wat je ervan vindt en wat je graag wil zien dat wij onderzoeken en welke ervaringen je zelf hebt. En reageer dan eventjes hieronder, hè, onder deze video en dan proberen wij uiteraard daar weer op te reageren natuurlijk.